Life is a winding road. No tell. Goedemiddag, daar gaan we weer. Eindelijk. Yes. Een midweekje weg. Doen we gewoon, hè? Nou ja, we zijn nog wel dik 3 weken niet meer weg geweest. Dat is wel erg lang, hè? Ja. Ons wel. Dus? Wat dus doen we? We gaan richting Zeeland. Ja. Zeg dat goed? Ja. De plaats, ik heb geen idee, ik krijg het strot niet uit. Retranchement in Zeeuws-Vlaanderen, bij de buurt van Katzand. Ja, daar zijn de vrienden, die zitten daar op de camping en die gaan we opzoeken. Heel veel zin in, gezellig. We hebben een tijdje niet gezien. En wij zijn ook wel zelf nog nooit in die kant geweest. Nee, in ieder geval niet met de camper. Nee. Dus dat is even nieuw. Leuk toch? Lekker weer. Heel veel zin in. En ja. We nemen jullie mee. Doei. Wordt er voorlicht? Yes, ik ben er klaar voor. Ik ben er klaar voor. Eens kijken, heb ik alles? Heb je alles? Ja. Ja. We zijn klaar. Zelfgemaakte cake. Check, check, check. Check, op naar de koffie. We zijn net gearriveerd op camping De Molenshoeve. In retra... Ja, laten we straks... Zetten we eronder. Retrachement of zoiets? Ja, iets in de buurt van Sluis. Oh, ja. Of Katzand. Ja. We... Schitterend weer. Schitterend weer. Wij zijn vertrokken met regen en storm en kou. En we zitten hier in de zon. Storm en was hier met een storm. Klein beetje storm. In gedachten was het storm. Ja, ik vond veel wind. Oké. Okay. Maar nu gaan we... Gaan we naar onze vrienden Nesta en Gerard, die zitten hier. Staan hier op de camping. Die staan hier op de camping, vind ik niet normaal, een maand lang. Ja, geef ze ongelijk. Dus gaan we koffie drinken. Koffie drinken, daar komt zin in. Leuk, gezellig. Kom, ik ben een beetje enthousiast, geloof ik. Kom, de fiets zetten. Fietsloos. Je hebt wit al los. Ja, ik heb geen tijd. Die hebben uitzicht. Ja, niet, we niet komen nu op het panoramaveldje. Die heeft die centimeter. Wow. Zo, kijk even. Alles strak in het gelid. Hey, we hadden toch ook hier kunnen staan? Ja, had gekund. Goedenavond, afwastijd. Ik had geen zin meer om in het donker naar de afwasplek te lopen, dus doe ik het lekker in de camper. Vanmiddag hebben we lekker in het zonnetje gekletst met onze vrienden Nesta en Gerard. En we laten jullie morgen de rest van de camping zien. Wat we tot nu toe gezien hebben, betekent gewoon alles super clean, super strak geregeld. Echt een toplocatie. Camping Den Molenshoeve. Goedemorgen. We staan nog steeds op camping Den Molenshoeve. Het is hier echt lekker rustig. We hebben heel goed geslapen. Het zonnetje komt er weer op, Marjolis douchen. Dus voor mij taak om even thee te zetten. Zodat we kunnen gaan ontbijten. We hebben redelijk lang uitgeslapen, is voor ons doen best uniek. En dan gaan we straks met de fiets op pad. Want we moeten en boodschappen doen, want we willen vanavond barbecuen en het bezoeken. We moeten nog even beslissen of dat richting Sluis gaat worden of dat we richting... ik dacht Oosthuis. Ik spreek even op de kaart, maar volgens mij is het Oosthuis waar we naartoe gaan. Maar mijn bedoeling of mijn verwachting is dat we ergens in Sluis terechtkomen. Met de fiets, 7 kilometer ongeveer, denk ik. Goed te doen met elektrische volfietsjes. En ja. Die zetten, ontbijten en gaan. Thank you.
Goedemorgen. We staan nog steeds trouwens op camping Den Molenhoeve. Laatste ochtend. Marion is al op en ruimen naar binnen. Ik ga zo meteen buiten opruimen. Ik ga niet een hele tour doen met het sanitair. Ik kan je verzekeren dat is gewoon super, super, super netjes. Zoals de hele camping. Alles is heel strak en netjes en geen onkruidje te vinden. Allemaal helemaal top geregeld. En zoals je ziet zijn we wakker geworden met stralende blauwe lucht. En we gaan verkassen, want we willen graag iets hebben wat dichter bij het strand is. En dat hebben we gevonden. We hebben een camping gevonden bij, ik dacht, Nieuwvliet. Die wat dichter bij het strand ligt. En daar gaan we nou naartoe. Ja hoor, strand. En waar zijn we? Katzand. Bad. Speeltuin, hè? Echt wel. Prachtig. Mooi licht. Mooie zon. Niet te veel mensen. Super. Echt. Helemaal goed. Nice, nice. Yes. Ik moet zeggen. Wij zijn nog nooit in Zeeuws-Vlaanderen geweest, maar het is wel voor herhaling vatbaar. Wat is het hier mooi. En rustig. En schoon. Ja. En zeker als je dan op het strand staat en zo'n geweldige zonsondergang hebt. Ja. Hier kan ik wel aan wennen. Ik ook. Ja? Oh ja, Marion heeft nu geen aandacht, die is aan het fotograferen. Super mooi, hè? Heb je van deze kant ook dit groen? Heel mooi. Ja. Yeah. Ik ga kijken of ik de drone nog kan starten, of dat nog iets wordt. Wil is bezig met zijn speeltje. We zijn wel eens benieuwd. De eerste keer dat hij met de drone.
Hallo, daar zijn we weer. Wij zijn, hebben Park Hoogduin verlaten. En we staan nu 500 meter verder op een gemeentelijke parkeerplaats van de gemeente Sluis. En daar mag ik staan voor 4 euro de hele dag. En dan vertrekken wij vanavond toch nog huisvaarts, want morgen wordt slecht weer. Voor nu, zoals je ziet, de fietsen staan klaar. De zon schijnt. We hebben net gegeten. Marjon is nog de afwas aan het doen. En dan pakken we de fiets richting Breskens. Dat zal ongeveer 15 kilometer zijn, schatten we. En dan zijn we denk ik de hele middag onder de pannen. Bij de pannen. Dat is ook een plaatsje volgens mij. Hè? Ja, maar niet hier in de buurt. Oh. Dat is in België, bij de pannen. En dan is het vanavond nog even genieten van die heerlijke zonsondergang. Waarvan we hopen dat hij weer is vanavond. En dan naar huis. Dus alle camera's klaar, op de fiets monteren en trappen maar. Nou, als we in Zeeland zijn, of als je in Zeeland bent, wat ga je dan eten? Een bolus. Een Zeeuwse bolus. Met pudding. Met pudding. Ik denk dat we dat ook verdiend hebben na 30 kilometer fietsen. Bij mijn kont. Kontje. Maar het was wel heel erg mooi. Echt de moeite waard. Ja. Heb je verteld waar we naartoe zijn geweest? We zijn naar Breskens gefietst. Dus mocht je nou ooit een keer in deze regio zijn en je bent er nog nooit geweest, het loont zeker de moeite om naar Breskens te fietsen. Via de kustroute. Echt. Topie. Ja, ik heb calorieën verbrand. Ja. We stoppen nu met... En we gaan naar de bolus. Doei! Ja hoor, schapen en Marjon. Ideale combi. Als je toch eens kon ruiken nu hier, hè. Oh, die zijn toch zo leuk, hè. Toch? Ik zie hier alleen die vierste. Goedenavond. Hallo. We zijn nog steeds in... Ja, Zeeuws-Vlaanderen. Ik wilde zeggen Breskens, maar we zitten niet in Breskens. Nee. We zitten in... Nieuwvliet. Oh ja, we zijn er voor de verandering in Nieuwvliet. Nieuwvliet. Dit is onze laatste avond in Zeeuws-Vlaanderen. En we staan toch op een mooie plek, die moet je dan even laten zien. We staan weer op een prachtige plek en we hadden eigenlijk een beetje gehoopt op een zonsondergang. Een mooie rode, maar te laag hangende bewolking, dus daar wordt hem niet vandaag. We hebben wel gisteren gehad. We hebben gisteren al heel veel geluk gehad. Dus we gaan naar huis? Ja. Morgen wordt het hier, op zijn Duits gezegd, scheisswetter. Regen. Regen. Dus daar wachten we niet af. We tuffen lekker naar huis zo meteen. Ook al zijn we een beetje laat thuis. Maar we sluiten de vlog hierbij af. En bedankt jullie voor het kijken en tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Laat wel eventjes nog die mij zien.
Ja, ik laat hem even zien waar we staan. De schaapjes heb je natuurlijk al lang gezien. Zo leuk. Die heb ik net al gefilmd. Kijk eens even naar de schaapjes. Die worden natuurlijk gebruikt om het gras klein te houden. En als je hier rondkijkt, draai je plekje, dan heb je hier de, volgens mij was het de verzonken zwarte polder, als ik me goed herinner. En daarachter, dat is het strand. De beach. Nou, dan sluit ik hem toch wel echt af, hè? Ik kan niet zien wat er staat. Ja, hebben ze op de vlog al gezien. Oh, oké. Aan de achter staat de camper. Nou, onze camper staat daar beneden te wachten. En dan ga ik hem echt afsluiten. Dus blijven veel te veel auto'tten. Doei, tot de volgende keer. Hè. Oh, trouwens, vergeet niet te abonneren, hè. Doei. Life is a winding road. No telling where it goes.